been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Hallo. Hi. Hallo. Als je de hele tijd hetzelfde begint, dan wordt het op een gegeven moment gewoon een soort verwachtingspatroon. Dus ik probeer elke keer een andere intonatie te hebben, zodat het elke keer weer verfrissend is om naar te kijken. Hi. En welkom bij een nieuwe Eten met Nick. Wat gaan we vandaag maken? Slappy Joe. What the fuck is een Slappy Joe? Je ziet het wel eens in films voorbij komen. Hey man, can I have a Slappy Joe? Dit is wel echt heel kut. Een nieuw segment in Eten met Nick. Geschiedenis eten met Nick. Het is gebaseerd op een loose meat sandwich. Een broodje met los vlees. Rund gehakt gebakken. Dat op een broodje geplurd, op smaak gebracht. En dat vraten ze vroeger dus. En het komt oorspronkelijk uit Iowa, als ik het goed heb. Daar wordt het meest gegeten, daar is het meest bekend. Een kok in zo'n diner, die heette Joe. Joe, wil je een loose meat sandwich maken? Ja man, daar heb ik geen zin in. Ja, maar Joe, het moet, staat op de kaart. Ik doe wel even iets. Haal denk ik nog gewoon wat tomatenprut over, flikker die erbij, een uitje en een weet ik het allemaal. En zo is eigenlijk een Sloppy Joe ontstaan. Daar gaan we. Eetlepel, boter, scheut, olijfolie zo doorheen. Je hebt hier een half kilo gehakt. Dat gooi je er gewoon bij. Alles een beetje losmaken. Dan rol je het gehakt. Rullen. R-U-L-L-E-N. Even goed bakken. Het gehakt haal je uit de pan. Doe je even een andere bak. Pak je een paprika. Doe je een hele ui. Die snipper je. Snij je in blokjes. Knoflookie. Paprika. En je uien. Je bakt ze ongeveer 2 minuutjes. Dan is het tijd voor je knoflook. De knoflook doe je erbij om gewoon even de geur en de smaak een beetje los te maken. Lekker in je ding. Lekker met de uitje en de paprika. Als dit dan een beetje gebakken is, heb je hier gehakt. Kijk dan. En nu gaan we een oude truc uit de doos halen. Sommigen van jullie hebben het misschien al gezien. Voor sommigen is het nieuw en dan is het... Oh my god, Nick. Wat heb ik net gezien? Pff, mind is blown. Holy shit. Je bent een genie. Tomatenpuree, blikje. Hoe kan je dat openmaken? Dit is gewoon een tip die je je hele leven mee kan dragen. Dit is een tip die je kan vertellen aan je kleinkinderen. Dit is een tip waarmee je misschien, nee, ik weet het wel zeker, vrouwen mee kan versieren. Dit is jouw moment. Pak jouw moment. Ga shinen. Koop een blikje. Nodig een chick uit. Maak hem open. En dan, nou ja... Als je dan niet gaat neuken, dan weet ik het ook niet meer. Het is donker, het is al 10 uur. Dus ik heb een lamp neergezet. Au, ik krijg de vinger. Dieve stering, kut, tering, de vingers op het dus. We maken de onderkant open, kijk. Nou maken we de bovenkant open. Kijk. Nou heb je de onderkant eerst open gemaakt, dan pas de bovenkant. En wat er nu gebeurt, gaat je verbazen. Let op. Floepie, floepie, floepie. Wow, kijk dan. Kijk dan, zo, dat ging fucking snel in de replay. Je vlees is nog lekker aan het pruttelen. 1 goede schep tomatenpuree en die gooi je erbij. En wat je nu gaat doen, is je tomatenpuree ontzuren. Wat doe je als je het gaat ontzuren? Nou, het woord zegt het al, je gaat het niet zuur maken. Wat je eigenlijk gaat doen, dan ga je de suikers activeren in je tomatenpuree en dan wordt het zoet. 150 ml ketchup. 1 eetlepel suiker, een goede theelepel mosterd, een theelepel paprika, gerookte paprikapoeder, 2 theelepels Worcestershire saus, een beetje zout erbij en een beetje peper. 70 ml water. En dan kun je gewoon wat hot sauce erbij doen. Ah, oh, voor een beetje kick. En nu ga je alles goed mengen met elkaar. Klein beetje de deksel openzetten. Dit laten we even 10 tot 15 minuten even inkoken. En je hebt hier van die hamburgerbroodjes die een jaar lang goed blijven als je ze niet openmaakt. Die gaan we even opensnijden. We hebben straks ons Sloppy Joe mengsel. En dat is natuurlijk een klein beetje nat. De binnenkant van het broodje, deze 2 kanten, gaan we even in de pan doen, zodat dit krokant wordt. Dat betekent eigenlijk dat er een soort, we gaan een soort beschermlaagje erop maken, zodat het broodje niet soppig wordt. Dit heeft goede dikte, we gaan onze broodjes maken. Een paar druppeltjes olijfolie in de pan. Dan pak je je broodjes, die gooi je erin en je laat ze gewoon even een beetje krokant bakken. Nu zijn je broodjes klaar. Je pakt gewoon wat van het mengsel en je gooit het gewoon zo op het broodje. Pak je een klein beetje augurk, heb je al gesneden. Gooi je er een beetje op voor het zuurtje. Cheddar! Maar eerst even proeven. Waarschijnlijk wordt het echt 1 grote tering zo. Holy shit. En dit toont de uit. Slordige Joe. Zo hoor je het broodje te eten. En het heeft alles. Het heeft een zuurtje, het is pittig, het is zoet, het is hartig, het is zout. De romigheid van de kaas, het zuurtje van de agurk.
Ik moet maar naar huilen. Dit is echt te gek. Dit was mijn versie van de Sloppy Joe. Noem het de Sloppy Nick. Het is natuurlijk, hè, geen schijf van 5. Alhoewel brood, kaaszuivel, vlees, groenten. Nee, ik kom er toch op terug. Dit past precies in de schijf van 5. Lekker man. Come from Cutting Eye Joe.